Als de muziek aangaat, dan sluiten wij ons helemaal af. Dan is het echt Dem en ik en verder is er even helemaal niks. Dat is een beetje de ultieme flow wel, eigenlijk. We werken al zo lang samen en dag in dag uit brengen we met elkaar door. En dat is voor mij ook wat onze sport zo schitterend maakt. Juist die band en die harmonie tussen paard en ruiter. Normaal gesproken bij de Kuur op Muziek probeer je de combinatie, hè, het paard en de hele choreografie, nog mooier te laten uitzien. En dat doe je door extra dynamiek toe te voeren aan de muziek. Dat was bij dit paard simpelweg niet nodig. Het paard heeft heel veel uitstraling en heel veel beweging van zichzelf. En de kunst was om muziek te maken waarin je dus dat openlaat en het paard gewoon zijn kracht laat zien. Sanne kwam met de vraag om samen te gaan werken met Haven. Het is prachtige open muziek, dus ik vond het wel een hele uitdaging om inderdaad met hun samen een Kuur te gaan maken. So when you're hiding on the water, will I be waiting until you're ready for my love? Ik heb Sanne ontmoet na een concert in Eindhoven. En na een concert gaan wij altijd fans ontmoeten en cd's signeren. Ze zei, ja, ik heb wel misschien een gekke vraag, maar zouden jullie willen samenwerken om voor mijn Kuur een muziekstuk te maken? En the rest is history. Nou, we krijgen best vaak de vraag of nummers gebruikt mogen worden voor iets. Maar deze aanvraag hebben wij natuurlijk nog nooit gehad en dat vonden we zo bijzonder. En we waren vooral benieuwd hoe het dan eruit zou gaan zien. When you're hiding underwater, I'll be waiting. De kunst van deze muziek is dat het heel veel sfeer heeft. En om in die sfeer de juiste emoties te vinden op de juiste plekken in de choreografie, dat was eigenlijk de grootste uitdaging. Deze Kuur vertelt een verhaal. En het is een verhaal dat begint bij het najagen van je dromen. Het nummer Where the Heart Is gaat er heel erg over. Het durven springen in het diepe. En dat is wat wij hebben gedaan en wat Sanne ook heeft gedaan door voor iets te kiezen wat helemaal niet gangbaar is. Ik vind het zo bijzonder geworden. Sowieso was het een prachtig avontuur om hier samen aan te werken, het hele project. Maar ook het resultaat, ik ben er ongelooflijk trots op. De eerste keer dat ik het ging luisteren, ik kreeg er kippenvel van, ik kreeg het er warm van, alles tegelijk. Het raakt me enorm, het vertelt echt ons verhaal. En als ik ermee ga rijden, als ik op mijn paard zit en de muziek gaat aan, ja, dat is gewoon genieten. Het tilt ons op en het neemt ons mee. De overeenkomst met Sanne en met onze muziek, dat zij ook ervoor kiest om te doen wat zij denkt dat goed is. En dat kan best wel anders zijn dan de andere Kuren die meedoen. Maar dat is juist het onderscheidende. Ik heb al heel wat Kuren gemaakt in mijn leven. En wat deze Kuur wel uniek maakt, is dat het accent vooral ligt op de harmonie tussen de ruiter en het paard. En deze muziek onderstreept dat heel mooi. Je wordt er gewoon stil van. Bright lights, they got me home.